We staan nu in het prachtige Den Haag. Het staat niet om heel veel bekend. Het staat ook zeker niet om heel veel positieve dingen bekend. Maar hier was wel het allereerste Russian Hardbass Feest aller tijden. Dus daarmee gaan we de geschiedenisboeken in. Het begon zo dat we hadden een conceptenwedstrijd georganiseerd voor mensen die een idee hadden voor een feest in een kleine zaal. Je kon tot maximaal 1000 euro winnen voor een uniek concept, een uniek idee. En we hadden een soort wedstrijd van gemaakt en we hadden het gecommuniceerd op Facebook. En we waren gewoon vooral heel erg benieuwd wat er in Den Haag speelde. Wat wij misschien over het hoofd zagen. Want je kunt als poppodium en als club wel heel veel programma neerzetten. En dat ook in samenwerking doen met gevestigde organisatoren en co-promoters. Maar je bent altijd op zoek naar nieuwe dingen, nieuwe trends. Je bent altijd bang dat je iets mist. Dus wij vonden het wel een leuk idee om daar een soort wedstrijd van te maken. En we hadden het 's avonds online gezet en de volgende dag had ik al een plan in mijn mail. Ik kreeg nog meer plannen, maar ik weet nog zo goed dat ik dat eerste plan kreeg. En het was helemaal af, het was helemaal klaar, het was helemaal gemaakt. En het was van Johnny en hij was 18. Tenminste, dat heeft hij gelogen, want hij was 17. Ik was 17 of 18, ergens in die richting. Dit was het plan. En alles stond erin. Alles wat je als programmeur, waar je als programmeur naar op zoek bent, dat stond erin. Toen kwam Paard op een gegeven moment met een conceptenwedstrijd. En ik heb het idee van Molotov toen ingestuurd. Echt een plan waar ik de hele nacht aan had gewerkt. Het was echt super, super stom eigenlijk. Het was gewoon zo'n woordbestandje met dingen over Adidas en zo. En als je het nu zou lezen, zou je echt denken van ja, wat is dit? Maar de Paard vond het super goed. En toen hebben we het eigenlijk maar gewoon gedaan. Het begon al gewoon met een soort van poll op Facebook in de Russian Hardbass Group. Waar ik niks van af wist, waar ik nooit van had gehoord. Toen kwam er een concept binnen, Russian Hardbass. Nou, nog nooit van gehoord. Met de vraag van, jongens, als we een feest gaan organiseren in Den Haag, willen jullie dan komen? En er werd zo enthousiast op gereageerd. Er kwamen al 300 reacties op binnen, duizenden likes. En dat stuurde die ook mee. Dit was het moodboard. Nou, dit is gewoon wat elke programmeur, wil ontvangen. Want je wil zeker weten dat er een doelgroep is. En die was er. En daar wisten wij niks vanaf. En het was zo tof en we wisten gewoon meteen dat dit het concept was wat ging winnen. En Johnny was ook nog eens een keer gewoon super enthousiast en super blij en super dankbaar. Dat was gewoon zo leuk om dat een kans te kunnen geven. Ja, toen het Facebook evenement was online gegaan en het feest zou eerst plaatsvinden in een kleine zaal, maar er kwamen maar steeds meer mensen bij. Dus we wisten op een gegeven moment niet meer of het wel in die kleine zaal zou passen eigenlijk. En het Facebook evenement bleef maar groeien. En uiteindelijk durfden we het gewoon niet meer aan. We waren zelfs bang dat de venue veel te vol zou raken. Dus we hebben maar gewoon beide zalen geopend. En ja hoor, op de dag zelf stond er echt een rij. Nou, we hebben de beelden nog. Maar er stond al die was ongekend lang. Yeah.
het begon volgens mij met de opzet voor een feestje in de kleine zaal. Maar toen eenmaal het event online ging, explodeerde alles zo hard. Dat we dachten van, hier, dit moet gewoon naar de grote zaal. Want er stonden over 3000 mensen op aanwezig, als ik het niet fout heb. En op de dag zelf kreeg ik dus berichtjes door via de app van, yo, luister dan, Jarel. Er staat een rij tot om de hoek bij het paard, tot helemaal als farmaboer in de Boekhorststraat. Ik geloofde mijn ogen niet, maar het was zeker waar. Onwijs succes. Het zweet kon je ruiken bij de toiletten. Bomvol, echt bomvol het paard. Op een gegeven moment was ik dus thuis en ik zat gewoon een of andere YouTube-video te kijken van een YouTuber genaamd Milan Knol. En hij liet een filmpje zien van een paar gekke Russen of zo die house zaten te maken. En die heette The Russian Village Boys. En ik had ze opgezocht. Ze hadden misschien een paar honderd volgers op Instagram. Maar ik vond de muziek echt fucking vet. Dus ik had ze een bericht gestuurd. En ik weet niet hoe, maar bij toeval kwamen ze precies met Molotov naar Nederland toe. Voor het eerst. Dus ik vroeg of ze ophouden te reden. En dat wouden ze gelukkig. Dus ze stonden op de planning en precies op dat moment gingen ze viral op Dumpert met I Love Netherlands. En vanaf dat moment werd het eigenlijk alleen nog maar gekker. En er kwamen zoveel mensen voor Russian Village Boys naar Molotov. En ik heb zoveel respect voor die gasten, voor wat ze toen hebben gedaan in Nederland, wat ze allemaal hebben bereikt en wat ze nu eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Ze komen zo vaak langs op Dumpert en op YouTube. Ze hebben nu met Mr. Polska hebben ze dingen gedaan. En ja, het zijn gewoon echt hele toffe gasten. En het was gewoon echt ziek om hun als eerste in Nederland neer te kunnen zetten op een podium waar eigenlijk eerst niemand ze zou kennen, maar dat ze er toch wel in zo'n korte tijd voor hebben gezorgd dat ze bijna gewoon beroemd waren op het moment dat Molotov eindelijk kwam. Dus dat was echt heel erg chill. Dus de backstage ruimte die we altijd hebben gebruikt. En hier heb ik ook Gopnik MacBliad ontmoet. Hello everyone, I'm Gopnik MacBliad, as you can see. Some of you probably know me already. I'm a hard-based DJ and producer, producing since 2016. What can I say? Yeah, I debuted on Molotov in 2000. It was 2016, I think, actually, or 2017. It was first edition. So I'm here since the beginning of this party. And yeah, now I'm playing on the last show. En die gozer, die wist ook niet wat hem overkwam. Volgens mij was het ook zijn eerste optreden onder die naam. En die kwam hier en die zag hoeveel mensen er waren. En ik zou bijna zeggen dat hij een soort van in paniek raakte of zo. Het was echt, ja, zijn gezicht toen was echt priceless. Well, the first edition was actually my third live show I played as a Gopnik. Third hard bass show I mixed on. So it was quite a shock for me. I came here to Netherlands for the first time in Netherlands as well. And yeah, straight on the big stage, over 1,000 people in the club. So as a newcomer, for me it was insane, literally insane. I'm not a person who really getting stressed out easily, but yeah, that was heavy on me. but yeah, I was really happy to play there. After first few tracks I dropped in, I felt really well and I got the confidence. So yeah, only happiness since then. And hij is altijd super dankbaar geweest voor wat we hier hebben gedaan. En de eerste editie heeft hij hier ook gewoon gratis gestaan. We hebben zijn vlucht betaald en zijn hotel. Maar veel meer budget dan dat hadden we natuurlijk niet, omdat het gewoon van de wedstrijd kwam.
En hij vond het allemaal prima. Hij is hier gewoon gratis heen gekomen en zijn ding gedaan. En volgens mij, ja, op misschien één of twee edities na is hij hier voor de rest elke editie geweest. Dus Gopnik Mirbliat, thanks. Een echt een topper. Favorite mullet of memory? It have to be the first one. Like it's nothing to beat that. The size of the party, the DJs I met, and now I'm friends with them. Johnny, the organizer as well. We speak a lot as well. The first party I played was probably the memory I'm gonna remember always, because that's how I pretty much became a DJ, and it was my first big party with that much that many people around, you know. So dat is een van de laatste edities. Hadden ook kreeg ik ineens een telefoontje van een vriendin van mij. Die vertelde dat Mr. Polska misschien wel langs zou willen komen, omdat de Russian Village Boys hier waren. En die wou die wel een keer willen zien optreden. Ze hadden natuurlijk ook net Adidas gemaakt, dat nummer. Oké, let's go! Russian Village Boys. Senor Suka. En dan we gaan slopen in deze motherfucker, man. Fucking your Suka. Drinken your vodka. Voordat het wist ik, stond er hier iemand ineens aan de deur. En het was Mr. Polska. En die pakte de microfoon en die komt even het podium op. En de mensen die dachten echt van, ja, what the fuck. Ik ook. Hey, Dela. Zijn jullie dan veel liefde voor deze boys en Russian Village Boys? Zo, super ziek. Die guy was ook gewoon super aardig, super toegankelijk. En ik denk dat dat ook wel een beetje een mijlpaal is geweest of zo. Dat iemand het concept zo dadelijk zo tof vond dat hij gewoon even langskwam, een microfoon pakt en ook gewoon op het podium wou staan. En dat is echt een groter compliment dan dat ik ooit had kunnen verzinnen. Ik had van tevoren gedacht van, oké, Russian Hardbass. Oké, wat voor mensen komen daarop af? Ik kon het wel dus een beetje op Facebook vinden. En ik had wel een beetje een idee, maar waar ik heel erg versteld van stond, was dat het echt allemaal super eigenlijk nette, jonge, slimme mensen waren. Maar die gewoon echt even helemaal waren doorgeslagen in een of andere hype met Adidas pakken aan. En zwaar opgingen in het hele Russische vibeje en overal stonden te squatten. In de rij stonden met flessen Stolly en boomblasters en het was gewoon echt fucking grappig. Dat hadden we gewoon nooit kunnen bedenken, dat daar zoveel mensen op af zouden komen. Tripalovke! Er zaten zoveel mensen in van die trainingspakken, allemaal al te dansen en te drinken. En ja, het was echt zo sick om te zien eigenlijk. Ik werd gewoon doodsbang van, omdat ik dacht, oh, ja, ik was 17 of 18 of zo. En het was mijn eerste evenement, ik had nog nooit wat gedaan. En ik dacht van ja, nu staat er sowieso meer dan 1000 man voor de deur. Dus als ik er nu verneuk, dan ben ik wel echt de sjaak, denk ik. Dus ik werd er eerder doodsbang van. Maar het ging goed. En tot op de dag van vandaag kijk ik er echt met superveel plezier en blijheid naar terug. Het was gewoon ook echt, weet je, voor ons heel leuk om te zien dat er
ook echt mensen waren die hier heel erg op zaten te wachten. En dat in de krochten van het internet zo'n soort groep zat die gebaseerd was eigenlijk op memes. Op die memes die jullie allemaal gezamenlijk zo grappig vonden en waar je allemaal zo kaart om moesten lachen. Maar wat gewoon vooral leuk was, was dat die groep mensen die hier in het paard kwamen, dat was ook echt een hele samenhorige groep met mensen. Ja, dat vond ik echt grappig, want het waren allemaal echt leuke, slimme mensen of zo, ik weet niet. Met gevoel voor humor. En dat was te merken. Well, the thing is, Molotov was, for me, was a big thing always. As I said, it was third gig and the first gig abroad I played on. Yeah, it was always a big thing for me to come here for every edition. A lot of fun, many people I met on every edition of Molotov. So I knew, I made some friends here already. Every time I came here, I felt like home. So yeah, it's kind of tough now to just end it and think that there's gonna be no more Molotov. But well, we need to say goodbye to that, I guess. And make this last party really nice as we can. Iedereen is zo sad dat het over is. Ik ben zo sad dat het de laatste is. Thank you, Holland!